Hartelijk welkom. Straks gaan we op pad met Jan Bol. Hebben we wat informatie van de gemeente, maar nu eerst wat aandacht voor Stichting Voor Al. Wat leuk dat wij hier vanmiddag mogen zijn. Bij een van de thuisbasis van bicycletten. We zijn hier nu vandaag ook voor de Onderberg 070 prijs. En we gaan de tweede prijs van vorig jaar gaan we officieel in gebruik nemen. Ja, een van de inzenders was Jos Remmerswaal. En Jos die kwam met het idee om een tandemfiets aan te schaffen. En die tandemfiets, dat zou dan een hulpmiddel moeten zijn. Kunnen zijn voor de mensen met een visuele beperking of mensen die zelf niet in staat zijn om te fietsen. En dan kun je zo met z'n tweeën kun je alsnog genieten van een fijne fietstocht in Den Haag en omgeving. Jij bent met het idee gekomen van deze project. Waarom? Waarom vond je dat zo belangrijk? Nou, het lijkt me ook goed omdat naast de allerlei rolstoelmogelijkheden zijn, om ook fietsmogelijkheden te hebben voor mensen die niet op een gewone fiets kunnen rijden. En graag gebruik willen maken van een tandem. Wat een lovende woorden. En dan kan je alleen maar blij zijn als collega, als medewerker van de organisatie Bicycletten. Die dit jaar haar 40-jarige bestaan gaat vieren. En om precies te zijn in aanvulling van de woorden van Wim, werken we al 15 jaar samen met Stichting Voor Al. En daar zijn we heel blij mee. Omdat wij het vertrouwen hebben gekregen om iets exclusiefs, zo noem ik het maar, de strandrolstoelen en het hele assortiment, om dat in de loop der jaren te mogen verhuren aan de mensen die daar belangstelling voor hebben. En dat is eigenlijk ontstaan omdat ik wel vaak fietstochten zie. En dan denk ik, ja, daar kan ik niet meer mee omdat ik niet op een gewone fiets kan rijden. Omdat nu om daarbij stil te staan, om dat te vieren, zijn we nu hier. En we gaan nu zo dadelijk over tot de officiële overhandiging van de tandemfiets aan Bicycletten, aan Herman de Graaf. En dat gaan wij, heb ik me laten vertellen, op een heel toepasselijke, Haags toepasselijke manier doen. Door zo'n fietsslotsleuteltje te overhandigen aan Herman. Okay. Zodat deze fiets nog heel lang in het bezit blijft van Bicycletten en niet straks weer iemand anders in de achtertuin staat. En dus dat heel veel mensen hier in Den Haag plezier van deze fiets kunnen hebben. En het geeft denk ik ook een beetje veiligheid dat er iemand voor zit die zeg maar een beetje kan zien wat er gebeurt op straat. Het wordt gewoon gevaarlijk als ik alleen zou fietsen. Los van het feit dat ik het zou kunnen, want ik heb nooit leren fietsen. Dus ik heb gewoon de ogen nodig en die zitten voorop en stuur. Maar vooral ook het vertrouwen dat wij ook door de burgers gesteund worden blijkbaar om dit soort zaken op ons te nemen en elk jaar weer met nieuwe uitvindingen komen en die aan ons assortiment mogen toevoegen. Dat vertrouwen dat geeft ons moed voor de komende jaren en ik beloof je Wim en ik beloof je Jos om daar voor de komende jaren met heel veel zorgvuldigheid goed voor te bewaken. Want we zijn tenslotte die organisatie die het beheer en exporteren van bewaakte fietsenstallingen doet. Dus. En dit is de tandemfiets. Nou, jij hebt die inzending gedaan vorig jaar. En hiermee wil ik eigenlijk de prijs aan jou in de eerste plaats overhandigen, zodat jij hem daarna aan Bicycletten kan overhandigen. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met deze prijs. En ik hoop dat je heel vaak gebruik gaat maken van de fiets. Ik hoop en volgens mij ga je straks al proberen als eerste gebruiker. Kijk of het lukt. Oké. Okay. Ja, en het wordt wel heel erg moeilijk nu. Want ik heb nou een mooie tandem gehad. Om dat weer aan iemand anders te geven, maar jij maakt er vaker gebruik van, denk ik. Of heb in ieder geval meer gebruikers. Dus ik geef hem weer deze. Dankjewel. Ik moet ze nog even, had heel graag echt op z'n ook het kettingslot erbij gehad. Dat ik je dan ook de ketting kon overhandigen. Maar Wim had er andere ideeën over. Maar dat was. En zat als ik jij zit aan het sturen, maar dat had ik op zich wel komisch gevonden. Ja, een soort burgemeestersketting aan het ontwijken. Dus, maar ik wens je heel veel succes mee en ik hoop dat er heel veel gebruikers. Nou Jos, dus nogmaals bedankt. En wij gaan ons best doen om dit
Ja. Om hier heel veel mensen blij mee te maken en een plezierige dag te krijgen. Ik kom een keer langs om inderdaad een fietstocht te gaan. Maar wij hebben bij het in ontvangst nemen een prachtige oorkonde gekregen. Maar die hoort eigenlijk niet toe aan ons. Die hoort aan degene die de idee heeft ingezonden. En dat ben jij. En bij deze willen we hem graag aan jou overhandigen. Als we officieel aandenken aan de wel mooie prijs die jij in ontvangst hebt mogen nemen. Ja, hier komt geen huilen van. Stoelen, een kapotte kast of een oude oven. We hebben allemaal wel eens spullen waar we vanaf willen. Wist je dat je Grovel gratis kunt laten ophalen? De medewerkers van de Haagse Milieuservices rijden dagelijks met 21 verschillende wagens rond om al het Grovel in de stad op te halen. Ze verzamelen maar liefst ruim 500.000 kilo per week. Nee, Grovel hoort niet naast de container. Maak een afspraak en de medewerkers van de HMS komen het graag ophalen. Dat zorgt ervoor dat we van zo'n Den Haag naar een schoon Den Haag gaan. Veel beter toch? Heb je spullen waar je vanaf wil? Maak dan een gratis afspraak. Hallo. Dat er een wet op het mentorschap is, dat weten heel veel mensen niet. Deze wet is al sinds 1995. En die wet is ervoor bedoeld om mensen die hun eigen zorgbelangen niet meer kunnen behartigen, om die te beschermen door een mentor aan te stellen via de rechtbank. Deze mentoren zullen mensen ondersteunen in alles wat met de zorg te maken heeft. Je kunt bijvoorbeeld bedenken dat een mentor in gesprek gaat samen met zijn cliënt om te kijken van of hij tevreden is met hoe de zorg thuis gaat, hoe de zorg in een instelling verloopt. En als dat niet helemaal naar tevredenheid gaat, dan kan een mentor samen met de cliënt daar wat aan doen. Dus in die zin komt de mentor op voor de belangen van de cliënt. Wat fijn is van de Stichting Mentorschap, dat je zorg op maat biedt, zeg maar. Bij de ene cliënt doe je allerlei activiteiten, bij de andere cliënt heb je een goed gesprek met elkaar, bij de andere ga je erop toezien dat de dingen die afgesproken zijn ook geregeld worden. We zien elkaar één keer in de week, een half uur tot drie kwartier. En soms kom ik een keer niet, dus dat zijn ook een beetje de afspraken die ik met hem heb. Als het is, geen verhaal kwijt. Zorgverleners hebben regelmatig contact met Stichting Mentorschap Hagen en Rijn voor een aanvraag van een mentor. Omdat wij heel veel cliënten hebben die eigenlijk alleen in het leven staan, die geen directe familie of naasten bij zich hebben en die toch iemand zoeken waar ze vertrouwelijke gesprekken mee kunnen voeren. Wij vinden dat ook prettig, omdat we zo ook hele belangrijke zaken rondom de zorg, dus bijvoorbeeld ook medische vraagstukken kunnen bespreken. Normaal. Het is ook heel belangrijk, denk ik, dat juist die cliënt ook het gevoel heeft dat hij zijn verhaal kwijt kan. En dat kan hij niet altijd bij ons als zorgverlener. Aan de ene kant zit er natuurlijk ook een zakelijke component aan, maar aan de andere kant is het voor die cliënt wel heel fijn om gewoon toch iemand te hebben waar je op terug kan vallen. Er zijn in de regio Haag en Rijn momenteel 300 cliënten die door 258 mentoren worden ondersteund. We hebben nog cliënten die zitten te wachten op een mentor en er heel graag eentje willen hebben. Als mentor ben je empathisch, initiatiefrijk, zelfstandig, assertief en kun je grenzen stellen en ben je goed in staat om te onderhandelen. Spreek dit jou aan en wil je als mentor iets betekenen, meld je dan aan. Suppen dus. Een leuk uitje. Vanaf het water zie je het prachtige Den Haag. Maar helaas ook veel zwerfafval. Vandaag ben ik lekker aan het suppen en afvalvissen uit de gracht. Dat is prachtig. Ook dit jaar organiseren we weer een subactie. Het is heel relaxed. Je gedachten zijn ergens anders. Je kan vanaf het water Den Haag beleven. En een goed gevoel aan overhouden om het water schoon achter te laten. Ja, een soort gevoel om lekker sporten en afvalvissen uit de grachten van Den Haag. Wil jij meehelpen om Den Haag schoon te houden? Doe dan mee met de subactie.
Is het zo, als je niemand verwacht, is het altijd verdacht. Dus, wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen. Jan Bol bezocht het ontmoetingsplein in Amare. Nou, wij geven fietslessen aan iedereen die wil leren fietsen. En het maakt niet uit of u goed kunt fietsen of helemaal nog niet. Wij doen dat stapsgewijs. En wij beginnen dan langzaam aan het te leren. En u leert ook fietsen op straat. We leren u de verkeersregels. Zodat u uiteindelijk zelfstandig met de fiets door de stad kan. En de fietsschool, waar bent u? Wij zijn de fietsschool Transvaal en wij fietsen dus op een plein bij de Schalkburgerstraat. Daar heb je een groot plein en daar begint u en later gaan we de straat op. Maar is het voor de inwoners van heel Den Haag? Het is voor iedereen in Den Haag die wil leren fietsen. Wij zijn ieder al en wij zijn een non-profit organisatie en wij willen heel graag mensen weer met elkaar in verbinding brengen. En dat doen we door hele gave events te organiseren, dansen, lezingen, workshops, gespreksdiners in restaurants. En eigenlijk de grote vragen van het leven, kwesties als dankbaarheid, liefde, rouw, lef, moed, die komen allemaal voorbij en daar praten we over. Dus wees welkom. Waar bent u gevestigd in Den Haag? Wij huren bijvoorbeeld locaties af of we zijn buiten in de natuur aanwezig. Dus we hebben geen gebouw in Den Haag. Hallo, ik ben Tika en ik sta hier met een kraampje van het COC Haaglanden. Het COC zet zich in voor queer mensen, LHBTIQ+. Mensen met, we hebben allerlei initiatiefs, allerlei groepen voor jongeren, studenten. Het COC komt al jaren, sinds jaren dag op voor de belangen. We geven voorlichting en van alles mogelijk. Gezellige meetings zijn er bij het COC. Nou ja, ik ben dus maatschappelijk werker. Dus als iemand erover wil praten, wat hij tegenkomt, waarmee hij in de knoop zit, kan dat ook. En dat kan met een persoonlijk gesprek of dat kan in een groep. Heeft u ook een website? We hebben een website, cochaaglanden.nl. En daar vind je deze agenda. U ziet wat er allemaal mogelijk is. Daar staan de dagen, wanneer de events zijn. En dus welkom. En PEP is een organisatie die maatschappelijke organisaties in de stad, denk maar een vereniging, een stichting, bewonersorganisaties, sportorganisaties, dus al die mooie initiatieven in de stad, burgerinitiatieven in de stad, die met vrijwilligers werken en die dag in dag uit werken aan een mooie stad, die mogen wij ondersteunen. En dat doen wij op verschillende manieren. Je weet dat organisaties vrijwilligers nodig hebben bijvoorbeeld, en dat kunnen ze bij ons vacatures plaatsen. Onder andere via Den Haag doet. En dan, want daar zijn heel veel vrijwilligers die ook op zoek zijn naar leuke vacatures. Dus en zo is er de match tussen de vraag aan vrijwilligers en het aanbod. Dus dat we ondersteunen ook andere organisaties met vrijwilligersbeleid. Hoe kunnen ze eigenlijk vrijwilligers binden en boeien, binnenhalen en goed zorgen voor vrijwilligers. We ondersteunen ook initiatieven met subsidieaanvragen als besturen hulp nodig hebben om financiële middelen te zoeken. En dan kunnen wij eigenlijk meedenken met fondsen aanvragen, met subsidies. Wij geven ook trainingen voor vrijwilligers. We hebben de Den Haag Doet en Vrijwilligersacademie, waar heel veel leuke trainingen worden aangeboden voor ons Haags vrijwilligers. Mijn naam is dus Leontien. Ik ben projectleider van Symfonie 2030. Van harte welkom. Wat leuk dat jullie hier zoveel spelen aanwezig zijn. Misschien kennen sommigen van jullie het Residentieorkest. Dat is een heel mooi orkest dat hier in de concertzaal hierboven. U kunt de onderkant van de zaal zien. Heel veel concerten geeft.
Maar wij geven niet alleen concerten hier in deze zaal. Wij proberen ook echt de stad te bereiken. Wij gaan de wijken in met kleine optredens. Dat zijn optredens die noemen we portiekmuziek. Daar proberen we echt gewoon groepen te bereiken die anders niet zo makkelijk naar het residentsorkest zouden komen of kunnen komen. Dat kunnen hele verschillende redenen zijn. En wij organiseren ook projecten rondom thema's. Ja, mijn naam is Lerina Kwamba. Ik ben projectleider van Caribou Bibi. Caribou Bibi is een project van STEC en betekent welkom vrouw, welkom vriendin in het Swahili. En we zijn er voor Afrikaanse vrouwen te stimuleren. De vrouwen die bij ons komen, die komen samen om met elkaar te steunen en ook te inspireren. En op dit manier helpen we ook de niet-Afrikaanse vrouwen om een beetje de cultuur van Afrika te leren kennen. Dus wij eten, we maken eten voor voor de kamer samen elke woensdag. En we organiseren ook activiteiten zoals taalles, naailles. En wij doorwijzen ook onze vrouwen naar de fietsles. En iedereen is gewoon welkom bij Caribou Bibi. Ja. Wat wij ook doen is het ondersteunen van organisaties die voor mantelzorgers werken. Want je weet, in Den Haag zijn er iets van meer dan 120 mantelzorgers. En die zorgen voor hun naasten. En het is van belang dat ze dat zo plezierig en zo lang mogelijk doen. Want anders kost het de samenleving heel veel. En dat is ons taak samen met deze organisaties om ervoor te zorgen dat mantelzorgers goed geïnformeerd worden, dat ze ondersteund worden, dat ze niet overbelast raken, etc. Ook daarvoor hebben wij trainingen en adviezen. Dus wij werken, wij denken mee, wij adviseren organisaties, wij bieden trainingen en wij ondersteunen ook samenwerkingsverbanden in de wijken, in de stadsdelen. We werken met verschillende collega's en we hebben de taken zo verdeeld dat in verschillende delen, stadsdelen, hebben wij contactpersonen vanuit PEP. Of wat wij hier noemen accounthouders. Dus ik ben ook voor Centrum. En vandaar dat ik je heb ontmoet in Amare bij de wereldreis door de eigen stad. Ook zo'n prachtig initiatief waar wij ook stonden om informatie te geven, om te werken aan verbinding. Verbinding tussen burgers. Maar ook verbinding tussen al die mooie initiatieven en de organisaties die Den Haag rijk is. En dat vind ik zo mooi, zo'n hele mooie activiteit. Want dit draagt bij aan die sociale cohesie. En de verbinding en de samenwerking. Mijn naam is Marie-Anne van Erp en ik ben voorzitter van Haagse Verbindende Initiatieven. In Den Haag willen wij graag mensen met elkaar verbinden. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen, wie ze zijn, wat ze geloven. Het verbinden en de mens staat centraal. Dat doen wij door het organiseren van wandelingen, dialogen, symposia. Heeft u interesse? Kijk dan op onze website hvi-samen.nl. Thank you.
Nou, ik ben Mona Spaan van Vluchtelingenwerk, de juridische afdeling. En Vluchtelingenwerk die is voornamelijk voor de vluchteling die hulp nodig heeft. En dat begint al op het moment dat zij een vergunning hebben. Dan begeleiden wij ze toe naar een woning en begeleiden ze ongeveer nog een jaar daarna. En we hebben ook nog een afdeling die zich bezighoudt met de vluchteling die nog geen verblijfsvergunning heeft. En dagelijks zijn we dus bezig met deze groep om ze dus eigenlijk te legaliseren. En ze eigenlijk binnen de samenleving te laten meedoen. Heel veel vooroordelen, ook als het gaat over discriminatie die ontstaat door verkeerde beelden over elkaar. En daarom is, vind ik persoonlijk dat zo'n wereldreis door de eigen stad, maar ook de activiteiten die wij binnen PEP organiseren, bijvoorbeeld trainingen aan organisaties, bijeenkomsten over diversiteit, over inclusie, over vrouwenemancipatie doen wij ook heel vaak, die dragen bij. En het leren en elkaar beter leren kennen, elkaars cultuur beter leren kennen en ook beter met elkaar samenwerken. Want als je kijkt naar Den Haag, een stad met heel veel nationaliteiten, ik geloof iets van 180 nationaliteiten, zoveel mensen, zoveel wensen. En het is belangrijk dat wij ook vanuit PEP en vanuit andere initiatieven, en dat doen ze heel goed in Den Haag, dat wij eigenlijk dat contact en die samenwerking faciliteren. Ik werk bij Wijks. Dat is een onderdeel van Xtra Welzijn. En Xtra Welzijn is een overkoepelende organisatie met verschillende werkmaatschappijen eronder, waaronder Wijks. En wij zijn te vinden in heel Den Haag, in de wijkcentra. Ik zelf werk bij het Vrijwilligerspunt. Ik ben coördinator van het Vrijwilligerspunt in Eskamp. Specifiek de wijken Rustenburg, Oostbroek, Leienburg en Moerwijk. En wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus we staan hier vandaag om het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. En ook om mensen te vertellen wat wij doen. Want naast vrijwilligerswerk hebben we ook het serviceplein en veel andere disciplines. Dus ik hoop dat we deze dag wat meer mensen kunnen vertellen over ons werk en over het vrijwilligerswerk, het belang van vrijwilligerswerk. Goedemiddag, mijn naam is Yvette Nas. Ik ben van Den Haag Meld, de antidiscriminatievoorziening voor Den Haag, de gemeente Den Haag. Alle burgers in Den Haag die zich gediscrimineerd voelen, dat kan zijn op basis van afkomst, huidskleur, achtergrond, seksualiteit, die kunnen voor altijd een luisterend oor terecht bij Den Haag Meld. Wij gaan dan kijken met de mensen die zich bij ons melden, of er sprake is van discriminatie en of we ze ook verder kunnen helpen. De discriminatiemeldingen worden altijd geregistreerd, zodat dat altijd ook bijdraagt, die melding, aan een goed beeld te krijgen in de stad waar discriminatie over gaat en waar mensen tegenaan lopen. En in sommige gevallen kunnen we mensen dus ook verder helpen met een politieaangifte of met een aangifte bij een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Dus onze slogan is: melden helpt. Ja, u kunt daar dadelijk ook op kijken. Op Den Haag Meld hebben we een eigen website. Die is helemaal met mooie filmpjes en verhalen van mensen kun je daar terugvinden. We zijn ook actief op social media, dus denk aan Instagram en zo. Dus daar hebben we ook heel veel verhalen van de Haagse burgers in de stad kun je daar terugvinden. En hoe mensen discriminatie ervaren en wat je er ook mee kan doen met die verhalen. Dus naar Den Haag Meld. En we geven ook antwoord op de vragen van wat mag er nu wel en wat mag er nu niet. Het grappige is, er zijn 44 stuks kleding gemaakt. En dat hebben we niet
zomer gedaan. We wilden 44 stuks maken omdat er 44 wijken in Den Haag zijn. En wat eigenlijk ook wel grappig is, ik vond dat ergens anders. Men gooit gemiddeld 44 stuks kleren per jaar weg. Dus het aantal komt ook nog op andere manieren terug. Wij zijn het Mama Verhalenkoor en wij zijn een koor van allemaal mama's, maar ook gewoon dames van allerlei plumage, allerlei landen. En wij maken mooie liedjes van verhalen die wij zelf vertellen, dus onze eigen levensverhalen. En daar maken wij liedjes van. En wij zijn zo enthousiast dat we het liefst iedereen hier meteen mee willen nemen. Dus mensen die hier kijken, graag meld je aan. Kom lekker kijken. Lucaskerk vanaf 9:30 inloop en tot 12:00 op de woensdag. Niet alle woensdagen, kijk op de website ook. Maar het is superleuk, kom alsjeblieft kijken. En ja, ik denk dat jullie mee gaan zingen. Ja, zo dan zingen wij op het eind. Wij zijn kleurrijk Den Haag. Daarom ben ik blij en echt heel blij met mijn werk hier bij PEP als trainer, als adviseur. Ik mag organisaties ondersteunen. We hebben verschillende diensten. We hebben ook een helpdesk waar organisaties, verenigingen, stichtingen, die kunnen zomaar binnenlopen bij PEP van 9:00 tot 5:00. Hier bij PEP en dan kunnen ze ons vragen om ondersteuning en hulp. Dus vrijwilligers kunnen hier binnenlopen. En wij kunnen ook maatschappelijke initiatieven faciliteren. Als ze hier in deze ruimte een training willen organiseren, doen wij heel graag. Dus en samen met al deze organisaties willen wij ervoor zorgen dat er de betrokkenheid van de Haagse burgers. Onze 30 minuten zitten er weer op. We hopen dat er iets voor u tussen zat. Heel graag tot ziens.